En ik ga mensen op straat interviewen. En ik ga het over hebben over Oraikos. Wat vind je van de WK-voetbal? Oh, heerlijk. Allemaal weer die tuinen lekker oranje. Gezellig allemaal weer verkleed. Weer fijn aanmoedigen, want we hopen dit jaar wel dat Nederland wint natuurlijk. Ik denk van dat deze jaar Nederland gaat winnen. Maar weet je misschien wat oranje koorts is? Nee, die denk ik niet, joh. Oranje koorts, daar hebben we thuis flink last van, want we kopen alles in het oranje. Oranje t-shirts, oranje sjaaltjes, oranje vlaggen, de Hollandvlag. Dat is de oranje koorts. Wat vindt u van dat mensen dat oranje koorts hebben? Ja, vind ik heel erg gek. Gaan ze je hele kamer weer in oranje zetten. Ik heb het wel in de televisie gezien. U bent eigenlijk gewoon voor Nederland? Natuurlijk ben ik voor Nederland. Al die andere landen zijn niks erbij. Wat vind je het leukste eraan? Ja, dat het heel erg spannend wordt wanneer het de laatste doelpunt is. Of wanneer de tijd bijna klaar is. Hey, dankjewel voor het interview. Hallo, ik ben Chandra van CITV en ik ga mensen over straat interviewen. Ik ga het hebben over statiegeld. Drinkt u wel eens lege flessen weg voor statiegeld? Heel soms. Heel vaak vergeet ik het om de flessen mee te nemen als ik boodschappen ga doen. Maar meestal verzamel ik ze eerst en dan ga ik naar de supermarkt en dan breng ik ze terug. Oh, dus u vindt dat het moet blijven? Ja, inderdaad. Want er is geen ene politieagent in Rotterdam. Als ik morgen hier 10 flessen neergooi en ze zien het niet, die mij een bekeuring geeft van €400. Dus wie gaat er dan op letten? Dan krijg je meer zwerfvuil. Dan vraag ik me af of dat gaat helpen. Nee. Omdat de straat vervuild wordt helemaal. Iedereen die gooit maar neer. En een ander kan het voor ze opruimen. Wilt u het ook op andere dingen hebben? Dingen die milieuverontreinigend zijn? Zeer zeker, ja. Of die dat in moet leveren, net zoals batterijen die je in moet leveren nu al. Daar hoef je geen statiegeld, maar je kan ze inleveren. En dat was CITV. Tot volgende week. Doei!
Apren van CWTV en we gaan juffrouw Eulemina van de schoolsactiviteit interviewen. Wat heeft u het idee gebracht om hier te komen? Nou, ik ben al heel lang op deze school. Mijn kinderen hebben hier op school gezeten. En ik ben eerst als vrijwilligster begonnen op deze school. En daarna ben ik gewoon in dienst getreden. Vindt u deze werk leuk? Ja, ik vind het heel leuk werk. Dit was een activiteit dat over mode ging. Waar kinderen zelf iets gingen ontwerpen. En met ja, hier hebben ze dus met oude kleren gingen ze dus weer aan de slag om iets nieuws van te maken. Dus het was een hele creatieve activiteit. Heeft u ook soms kinderen teleurgesteld? Ja, we moeten wel heel vaak kinderen teleurstellen, omdat we dan te veel inschrijvingen hebben voor de activiteiten. En we kunnen helaas niet alle kinderen tegelijk plaatsen voor een activiteit. Wat vond u van het protesteren van de brede schoolactiviteiten? Het protesteren? Oh, dat heeft wel succes gehad, want wij mochten dit jaar dan verder gaan. Dit is onze map waarin we alles verzamelen. De activiteitenoverzicht, alle brieven, alle belangrijke afspraken met vakkrachten. De tabellen, dus alle namen van kinderen die meedoen aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de kleuterdans en alle andere activiteiten. En hier zijn de brieven die uitgaan naar ouders om toestemming te geven aan hun kinderen. Want zonder toestemming van ouders laten we kinderen niet meedoen. Juffrouw Umla die werkt donderdag en vrijdag en ik maandag en dinsdag. En samen werken we de woensdag en daar zijn we wel heel blij mee. Wat vonden jullie van het nieuws dat jullie niet meer op andere dagen mochten werken? Ja, dat vonden we eigenlijk wel heel erg jammer. Vooral omdat het ging natuurlijk om geld. We gingen minder werken, dus we gingen ook de helft minder verdienen. En dat doet altijd pijn, vooral heel erg in je portemonnee. Maar het ergste vonden we dat er minder geld was om activiteiten voor de kinderen op Duo 2002 te organiseren. Bijna alle kinderen die doen mee met activiteiten. En dus ook al die kinderen vonden het heel erg en jammer. En er zijn ook heel veel kinderen van Duo 2002 meegewezen om te staken op de Koolsingel. Ja, dat heeft succes geleverd in die... Dat we een jaar verder zijn. Dat we weer een jaar verder zijn. En nu gaan we met z'n allen, en ik hoop jullie ook, en iedereen thuis, gaan we hopen dat we na de zomervakantie weer nog een jaartje verder mogen gaan. Dank u wel dat ik jullie mocht interviewen. Graag gedaan. Sofia en juffrouw Irma geïnterviewd. Ze zijn goede collega's en goede vriendinnen en zij vinden de brede schoolactiviteiten de leukste baan die ze kunnen wensen. Activiteiten heel leuk, want je kan mensen ontmoeten en je kan veel dingen doen samen. En het is heel leuk om dat te doen, om lessen te volgen van iemand die er veel verstand van heeft.
Ik ben Arjun van CUTV en wij gaan vandaag interviewen bij de Driehoek Drop. Deze activiteit heet Duimdrop en we gaan er interviewen over schoenen. Hoe het werkt, wat het inhoudt, of het leuk is voor de kinderen. Kom maar met mij mee. Het is eigenlijk schoenen. Schoenen, dat is een spel met een lange plank. En daar zitten van die soort kaasschijven. Zo groot als een tennisstuiterballetje. En die zijn helemaal plat. En dan heb je een groot bord. En dan heb je hier vier vakjes. Van 1 tot en met 4. En dan ga je... Maar dat bord is glad. Dan moet je schuiven met je handen. Over dat bord heen. Met dat schijfje. En dan... Als je van alle vier eentje in hebt, dan is dat 20 punten. Heb je een rijtje erboven, is het 40 punten. En als je dan een paar losse erbij hebt, stel dat je 2 losse erbij hebt bij de 4, dat je bij de 4 van die schijfjes hebt. En bij de 3 van die schijfjes, dan moet je die andere 2 moet je apart erbij optellen. En dan zoveel punten heeft dan het kind. En dan moet je dan op een blaadje schrijven. En dan aan het einde zie je dan, na zoveel ronden, zie je wie er gewonnen heeft. Heeft u nog tips voor beginners? Tips voor beginners met sjoelen? Ja, ik heb een hele goede tip. Sommige kinderen gooien heel snel. Die schuiven die schijfjes heel hard. Dat moet je juist niet doen. Je moet heel langzaam moet je die schijfjes schuiven. Dus heel langzaam. Dan komen ze... beste in de vakjes terecht. En dit was CWTV. Helaas is onze aflevering weer afgelopen. We hebben vandaag geleerd hoe we moeten sjoelen. En ik ben Arjun. Delijsha. Denzel. En Sherisma. Tot de volgende keer. Dag! Fire! Fire!
Hallo, wilt u zich voorstellen? Ja hoor, dat wil ik wel. Ik ben Debbie. Ik ben juffrouw op de Valentijnsschool. En eigenlijk geef ik 4 dagen per week gym. En 1 dag heb ik groep 4. Zo, dus u bent eigenlijk wel druk. Ja, het is heel erg afwisselend, maar dat maakt het wel heel leuk. U zegt dat u 4 keer per dag gymles geeft? Nee, 4 dagen in de week. 4 dagen, dat is wel heel lang. Ja, het is eigenlijk dezelfde dagen als kinderen maken, van 8:30 tot 16:00. Ja, ja. En in groep 4 dan, zijn die kinderen druk of valt het wel mee? Nee, het zijn schatjes in groep 4. Allemaal. Dat was het interview van vandaag. En de rozen. Al gym geven? Dat is wel even een lastige vraag. Ik denk dat ik wel 11 jaar hier nu op deze school ben. Dus ik geef al 11 jaar gym. Zo, dat is best lang. Dan geeft u ongeveer 9 jaar groep 4 of zo. Groep 4 heb ik nu, vorig jaar ben ik ermee begonnen. En nu voor het tweede jaar groep 4. Oh, oké. En heeft u ook... Nou, ik hou van sporten. Eigenlijk alle sporten vind ik wel leuk. Maar tennis vind ik helemaal leuk. En ik hou heel erg van snowboarden. En wat ik ook wel heel leuk vind, is koken. Dus u bent echt een sportieve vrouw en hou van koken. Inderdaad, dat klopt. Ja. En doet u ook wel andere dingen in het weekend? Met wat houdt u zichzelf bezig? In het weekend ga ik sowieso tennissen, sowieso sporten. En dan kook ik natuurlijk ook. Maar ik hou ook wel van winkelen. Ja, iedere vrouw houdt wel van winkelen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En heeft u kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Ook niet getrouwd dus? Ik ben ook niet getrouwd. Heeft u wel iemand op het oog? Ik woon wel samen met een man. Oké, dat is dan begrepen. Dit was de interview met juffrouw Debbie. En dit was het dan. En bedankt voor het kijken.
elke woensdag om wat dingen over de tuin te leren. En we worden ook plantjes leuk in. Dat is heel mooi. Zelf ben ik van de BSO, dus wij. Gaan verkruimelen en dat wordt dan in een stokje in een zakje gestopt. Dat zakje gaat in een doosje. Dat geeft aan de moeder. Auw, dat doet pijn en mijn legging is gescheurd en ik bloed. Maar wat heb ik nu, een mooie roos. La 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 la. Yeah.